Met een wedstrijd tussen Nederland en Zuid-Korea trok de jonge Taekwondo-bond Nederland honderden geïnteresseerden naar de sporthal Overbos in Den Haag. Ze zagen er de Nederlander Ruben Thijs op de voorgrond winnen van de Koreaanse weltergewicht Moo Chun Kim, die bij de wereldkampioenschappen kort geleden nog de bronzen medaille had behaald. Grote vreugde uiteraard bij Thijs nadat de hoofdscheidsrechter hem als de beste had aangewezen. Bij deze Koreaanse vechtkunst gaat het erom met handen, vuisten of voeten zoveel mogelijk treffers op het lichaam van de tegenstander te plaatsen. Voor elke goed geslaagde aanval wordt een punt gegeven en wie de meeste punten heeft, wint natuurlijk. Voor elke wedstrijd, die gaat over 3 ronden van 2 minuten, controleert de scheidsrechter of er geen voorwerpen op het lichaam zijn die de tegenstander kunnen verwonden. Omdat slagen en trappen bijzonder hard kunnen aankomen, dragen de deelnemers een borststuk, wat onder andere maag en lever bescherming biedt. De bantamgewicht Martin Smit trad hieraan tegen Timo Yang. Al in de eerste ronde liep Smit een achterstand op, maar hij hield moedig stand, gestimuleerd door een enthousiast publiek en aangemoedigd door de Nederlandse coach Van Emmerik. Taekwondo, een vechtkunst die zijn basis vond in het menselijk instinct tot zelfverdediging, is een vechtsport geworden waarin het totale lichaam met alle spieren en gewrichten in beweging is. Bij de landenwedstrijd in Den Haag eindigden alle partijen op 2 na in een overwinning voor de Zuid-Koreanen. De beker die de Koreaanse coach werd aangeboden kon gevoegd worden bij de talloze prijzen die zijn mannen kort geleden nog ontvingen. Want Nederland verloor niet van een ploegje onbekenden, maar van een team dat in West-Duitsland 7 wereldtitels behaalde.